Hallo, hallo, hier is Kingo met Minecraft Let's Play. Episode, wat was het? 33. Ik ben weer terug met mijn spullen, met terwijl ik op het punt stond om de weddenwereld te verkennen op zoek naar een snowbiome. Dat heb ik er niet bij gezegd laatst, maar dat wil ik dus gaan zoeken, een snowbiome. Daar was dus mijn, hoe heet het? De dorp. Waar staat de zon eigenlijk? Daar zo. Oké. Maar dat was dus het dorp waar ik in de eerste twee episodes in ben. Waar ik in heb gebivakkeerd. En nu gaan we door. Op adventure. Op zoek naar een leuke biome. Hopelijk snow. En als we een ander epic plekje zoeken, dan gaan we daar ons huis bouwen. Dus. En mochten we het nog niet hebben gevonden na één dag, dan gaan we gewoon naar het dorp. Ik kan beter even dit meenemen. Een paar van die dingen even zien. Zo heb ik wat. Ik heb bone, dus bone meal. Dit is een instant home. Voor het geval dat jullie het nog niet weten. Oh ja, ik heb lava buckets inderdaad. Ink sacks. Oh ja, nog een ding dat ik erbij heb gedaan nu. Ik heb er nu een heleboel mods heb ik toegevoegd. Dus dat wil ik even. Ah, kijk hier, dat is wel één. Dat is wacht. Wooden shelf. Laat ik even snel zien. Een redelijk oude mod is dit, maar was wel leuk. Die heb ik nog steeds bij gedaan. Dus ik vond hem leuk. Dus ik denk, oh, die duw ik wel even in. Dus kijk, hij laat alles zien, alle items. Van wat je erin duwt. Dus. Alleen dat met shift en zo, dat werkt niet. Dat vind ik wel jammer. Dus je moet het wel gewoon één voor één allemaal uitgaan pakken. Zo. En daarna. Met een axe denk ik, omdat het van hout is. Of pickaxe. Pickaxe. Moet je het weer breken en dan kan het mee worden genomen. Moet het wel. Zo. Ja, dat kunnen we missen nu. Maar dus we gaan. En er zijn veel meer mods, zou je trouwens die ik wou laten maken. Dat was een bepaald boek waardoor je alles kan zien. Alle recipes, een recipeboek dus. En die gaan we dus ook straks maken als we eenmaal een goede plek hebben gevonden. En dan kunnen we daar kijken van wat we allemaal gaan doen. Ik heb echt heel veel leuke. Ik heb ook een mod erin zitten. Fancy Craft of Fancy Pack. Fancy Pack. En daarmee kan je alle verschillende soorten. Of kun je alle verschillende soorten meubels en zo kan je allemaal toevoegen. Dus stoelen en zo kun je allemaal. Oh ja, en mijn achievements gaan we overnieuw. Want ik heb mijn Minecraft gereset voor vanwege al deze mods. Maar ik heb wel gewoon nog de saves kunnen bewaren. Dus misschien dat jullie. Oh nee, het wordt al donker. Nou. Ik denk dat we trouwens moeten gaan. We gaan de oceaan over. Dus we moeten straks een heel stuk gaan varen. En ik denk dat ik het dan ga. Wacht. Ik denk dat ik het dan voor jullie ga. Dat overslaan. Want dat lijkt me niet echt zo leuk. Déjà vu. Wow, hoeveel hout heb ik eigenlijk wel niet? Zo. Heb ik torches? Torches. Heb ik nog geen torch mee? Ik moet alles op de grond dieven. Even kijken trouwens of die wel. Ja, hij staat normaal. Oké. En ik ben level 7. Dat is ook op zich wel nice. Oké, dus. Instant home. Blijft altijd handig dit. Ik blijf dit echt gebruiken. Ik vind het echt handig. Uberhandig. Maar ik ga zo meteen even wel wat dumpen. Dus. In die hoek daar. Waar ik echt niks aan heb. Eén los ding. Een los light wool. Een los sand. Wooden shelves kunnen nog zat maken. Eén wol. Ik heb een bed. Raw chicken kan weg, één glas kan weg, dirt kan weg. Saplings kijken nog wel zat, de cactus neem ik mee, string mag wel weg. Cooked pork chop, die eet ik zo even. Oh, heb ik nog meer glas. Dat was ook weer niet de bedoeling. Weg. Ja, allemaal van die troep mee, hè. Dat was ook trouwens een andere mod, waardoor je je inventory kon vergroten. Die had ik eigenlijk ook beter kunnen doen, maar... Ja. Oké. Slap.
Zo. Uh-huh. Ah. Oh, ja, tuurlijk. Safe. Er zit toch een zombie in het water? Voedsel. Nee, ik heb niks van de inventory mee. Beter had ik eigenlijk het hoognodigste alleen meegenomen. Move now as... Hup, move like Jagger. Glas vind ik zat. Seeds, ja dat. Saplings move. Pijlen move. Jou hou ik nog even. Wol move. Inksex, die vind ik nog wel denk ik, maar... Oh ja, dat was die dungeon. Mooie tijden. Maar oké. Wat de hel? Oh, sapling. Just a sapling. Maar dus, ik denk dat ik nu al eerst even... Ik laat jullie eerst zien naar de mods die ik heb toegevoegd. En dat doen we dus met dit. Sugar canes. Veel. Zo. 3 papers. Met paper maak je een boek. Die boek plaats jij. Een inkzak plaats je ernaast. En je krijgt dit. Een recipe. En doe je rechter muisknop en dan kan je alle recipes zetten van alles wat je kan maken. En nu zie je al meteen alles, dit hier, want dat is allemaal van Fancy Pack. Al dat, al die dingen. Oké, maar dit zijn dus de normale dingen, zoals je hier kan zien. Waar je al moet maken, dus van golden nuggets maak je gold ingot. Van diamonds, 1 diamond is het eigenlijk, maar er staat hier 9. Is dat zo allemaal door. Wacht, en dan kan je dit zo zien. Kijk, fire, daar komen we niet aan. Allemaal, dit is allemaal nog wel allemaal bekend. Dit is misschien wel handig voor, en dit ook. Kan je zien, dat, zo bla bla bla. Dus alle verschillende dingen zitten hierin. Tot en met... hier kun je ook zien van de potions kan je niet zien, maar wel kan je zien dit. Even zien. En dit is al het begin van de mod. Het zijn vlaggen. En met deze vlaggen kan je alles doen eigenlijk. Dus als je bijvoorbeeld van wol in deze vorm doet, dan heb je een vlag. Maar van welk land, dat weet je niet. Het is echt van een bepaald land. Hier zijn een paper lantern, een iron lantern. Dit is ook een iron lantern. Dezelfde, is een beetje vuil. Iron chain, je hebt een kooi, je hebt een kleepopje, je hebt een bone dingetje kan je maken. Fancy stone, dit zit er niet meer in vanwege het feit van hierzo. Kijk, dit, dat wordt nu een ander soort steen, hoe heet het, brickstone ofzo. Dus niet meer fancy stone. En je kan allemaal een woedtafel, een stoel maken, een soort dakje van boven, een chimney, oftewel een schoorsteen. Wacht, een stoel, je kan gewoon hekken plaatsen, dat is gewoon. En een muur, zo'n mini muurtje. En dan kan je van dit doen, dan kan je stenen, dan kan je van ijzer doen, dan kan je van gold doen. Alleen dit begrijp ik niet echt. Want dit is gewoon hetzelfde als een helmet. Dus ik weet niet hoe dat gaat werken. En hier ook. Obsidian tools, netherrack tools. Met gewoon hout, lapis, stone. Moshi stone. Oh ja, en een van die dingen, diamond ook. Diamond, ja. Bricks, sandstone. Kijk, sandstone, die ga ik echt veel gebruiken waarschijnlijk. Tenzij we echt in die snowbiome gaan zitten. Kijk, dit zijn die dingen. En dit kan je ook doen. Dat vind ik echt chill. Maar cobblestone, allemaal zo, in het middenwater. Daar kan je 32 moshi stone maken. Eigenlijk een beetje cheat, maar op zich wel nice. En, oh ja, dit zo. Allemaal van die stone slabs. Darkwood. Wacht, dan gaan we terug. Veel. Dit zijn arrows, die we allemaal kunnen maken. Speciaal de arrows. Wow, wow, wow. Daar is al wat gerenderd. Is dat sneeuw? Ik ga denk ik daarheen. Ik weet niet of... Nee, het is geen sneeuw. Jammer. Maar in ieder geval, dit zijn dus verschillende arrows. Ice arrow. Je kan die op 2 verschillende maken. Met een bucket water of met sneeuw. Dus, en dit wil ik zo graag doen. Want als je een bucket water plaatst, gewoon op de grond. En dan schiet je erop met die arrow. Dan bevriest het in ijs. Dus kan ik gewoon een epic ijshuisje maken. En dat wil ik echt graag. Dus dat is echt een van de dingen die ik graag wil doen. Dus, en op het moment heb ik geen veren mee. Dus we moeten wel kippen. Kippenfarm kunnen we ook, gaan we ook maken, denk ik. Farms. Oké, wacht. Rechtermuisknop. Dus heb je, dit is een lightning arrow, dus kan je bliksem, je vuur, explosief, dus oppassen. Een ei, dit is een beetje een trollolol ding. En dan hebben we een super pijlenboog, een hummingbow. Als je die schiet, dan vliegen de pijlen en als er een monster is, dan gaan ze er rechtop af. En dit is een armor stand. En daarmee kan je, met een armor stand, dan kan je je panzers uitbeelden. Dus dan kan ik bijvoorbeeld mijn eigen skin kan ik het, eraan geven. En dan heeft hij een panzerbeet. Dus voor allemaal hele vette kleine hele handige tips, maar het is wel leuk. Jee, en ik kan mezelf weer van tevoren zien. Van voren zien. Van voren. Ja. Oké. Okay. And there we go. Bye, home. Nou. Leuke rustig Minecraft muziekje er tussendoor.
Lekker vredig. Maar oké, we gaan hopelijk vinden we wel iets vet. Dus we gaan langs de kant niet zo, zodat we vanmiddag wel iets vet zien. Zodat er voor jullie ook wat te zien is, want gewoon reizen, daar schieten we bijna niks mee op. Dus, wow. Ik ga weer bijna crash landen. Snel, bocht. Ja, swamp. Ik wil geen swamp. Swamps aren't that beautiful. They aren't that beautiful. Ze langzaam in de weer bewegen. Bloemen. Bloemen. Oh, is het de rivier? Ik ga de rivier volgen. Ik hoop dat ik er goed aan doe, want daar zie ik nog niks. Van Snowy of zo. Zo. Is dat wat ik denk dat het is? Ja, het is een pumpkin. Oh yeah, hell yeah. Found myself 2 pumpkins. Of nog meer. Alleen 2 alleenstaande pumpkins gescheiden door de rivier. Even terug naar normaal. Kom eens hier, jij. Jou nemen we mee. En jou ook. We gaan jullie weer bij elkaar brengen, jongens. Kijk eens aan. 2 pumpkins. En waar ben ik gestrand? Ben je moeras? Da! Ik haat dat moeras. Dus ik ben hier voor de laatste keer ben ik ook aan de moeras geweest. En daar vond ik al niks aan. Oh, koeien. Heb ik een zwaard mee? Nee, dan moet ik maar met mijn Iron Axe. Kom hier. Oh ja. Ha. Oeh, 3. Nice. Gallegevers. Wat? Wow. Met hive ook nog eens. Kom hier. Don't you run for me. Zo, 9. Ik heb 9. Nou, we gaan even verder naar daar. La 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 la. La la la. Wow. Oh, ik ben al level 8. Yay! Wait a sec. Zullen we doen? Wacht, waar staat de zon? Waar gaat hij nou? Hij gaat naar daar, dus we hebben weinig tijd. Nee, sorry. Nee. Oh ja, jou hebben we nodig. Kom hier. Juist, veren. I need some feathers. Oh, spiders. IJzer. Way too dark. Heel voorzichtig. Kom op. Pak het ijzer. Oh yeah. Ik denk echt dat er een creep of zo achter me komt. Vanuit een gat zometeen. Godver, ik schrok me dood. Oh, nog een stuk. Dammit. Dan hou ik nog 1 stuk over. Jemig. Ik dacht van, wat de fuck gebeurt hier? Ik denk dat bij zo'n biome wel sneeuw kan komen. Bij zo'n met de darkwood trees en zo. Maar nog steeds op de zon af. Follow the sun. Dit hier. Oeh, dark cave.
Geen zin in nu. Geen zin in nu. Ik denk dat ik maar weer zijn dingen moet gaan maken en... Wow. Dark. Darkness. Wow. Donker. Kool. IJzer. Meer IJzer. Oh, ik heb geen pickaxe. Waarom allemaal zo episch hier? Oh. Rustig, rustig, rustig. Ah. Move. Move. What the fuck? Lekker op, man. Het ziet allemaal episch uit, al die cave hier. Maar ik wil iets van episch gebergte of sneeuw. Huh, wolven! Oh, die heb ik ook al heel lang niet meer gezien. Wacht even, even. Mijn neus jokt. Oké. Wolven. Wauw. Dat is ook eeuwen geleden, man, dat ik wolven heb gezien. Hey, wolf. Had hij nou maar bones? Had ik nou maar bones? Dan had ik jullie zo meegenomen. Huh, meer pumpkins! Pumpkins, meer pumpkins, meer pumpkins. Pumpkinsie. Ik weet niet waarom, maar ik ben helemaal gek op pumpkins. Everyone gets happy when they see some pumpkins. We gaan even naar boven hier, want hier zijn we eindelijk bij gebergte. Finally. Nou. Even naar de top van de berg. En dan bouw ik daar even mijn huis, want de zon gaat ook alweer bijna onder, I guess. Yep. Nou. Hey, schaap, schaap, van me. Get out of my face. We hebben zo'n flinke trektocht door de bossen. Voor de boeg. Rak, rak, rak. Oh ja, het mag inderdaad tot donker te worden. Waar is mijn boommeel? Ik kan nog maar voor 2 noodhuisjes, dus daarna moeten we het wel hebben gevonden. Gooi. Gooi, man. Why you no crow? Nice. Nice. Oké, jij blijft hier ook. Oh, nou. Kom maar in. Hier is licht. Gek. Nou. Tweede nacht. Ik heb mijn bed in het oude huis laten staan, hè. Oh crap, het is volle maan. Hey! Give me some wol. Oh crap, ik zie echt geen reet hier. Die corny. Oh na. Oké. Yes, nog een schaap. Kom op, kom op, kom op. Give me wol. Nee! Yes. Oh man. De volgende keer neem ik mijn bed gewoon mee.
Jee, mag. Nou, net genoeg. Zo. Zo, een beetje ruïne achterlaten hier zo. Aha. Oh. Terwijl ik heb geslapen zijn, is er een ander gebied gerenderd. We kunnen dus nu twee kanten. We kunnen naar het bos gaan. We kunnen naar het gewone bos gaan. En we kunnen naar het sneeuwerige bos gaan. Daar ga ik natuurlijk heen. Dus daar twijfel ik sowieso niet over. En het is mooi gescheiden door een berg. En wij slapen nu midden op zo'n berg. Daar heb ik geslapen. Ja, ik controleerde even of ik mijn ding mee wel mee had. En ik heb hem mee. Wow. Even wachten. Oh man, zie die god daar. Oh, what's here? Water. God, ik wil rennen. Ik ben gewend om te rennen. Nou, nog wat. Nog een stuk. Ja, eten dan. Waarom hield hij de ene keer 2,5 en de andere maar 1,5? Dat is heel erg zuigend. Wolven! Wolf. Ja, ik heb geen bot voor je, maar Iso. Mag je hebben. Eet je het niet eens op.